duurzame economische groei en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van klimaatverandering staan elkaar niet in de weg. Integendeel, ze gaan prima samen. Klimaatbeleid is daarom een kans. Daarom werkt de overheid samen met consumenten, bedrijven en organisaties om elkaar te inspireren en aan te zetten tot actie. De overheid legt de klimaatlat hoog. We gaan voor fors minder CO2-uitstoot, meer energiebesparing en zetten in op duurzame energie zoals wind en zon. En ik vind het belangrijk dat inspirerende voorbeelden een podium krijgen en hobbels om duurzaam te ondernemen worden weggenomen. Klimaatambassadeurs hebben een belangrijke rol, want zij weten wat er bij hen in de buurt speelt. Zij kunnen knelpunten en succesfactoren signaleren. Bovendien dagen zij hun collega-bestuurders en ondernemers uit om samen concrete resultaten te boeken. Investeren in duurzaamheid creëert banen en versterkt de Nederlandse concurrentiepositie. Het zorgt voor een groene groei van onze economie. En daarom ben ik ook zo blij met de Nederlandse Klimaatcoalitie. Een groeiende groep van bedrijven, steden en maatschappelijke organisaties die samen positief en enthousiast het verschil gaan maken. Elektrische auto's en rijden op waterstof zijn veelbelovende opties voor Nederland. Samen met het bedrijfsleven stimuleert het Rijk deze schone brandstoffen. Zo krijgen 5 verkeersregio's een startbedrag om schone waterstofbussen te kopen. En heb ik een waterstoftankstation geopend dat door de overheid en het bedrijfsleven is gefinancierd. Waterstof kan uitstekend klimaatneutraal gewonnen worden. In wezen is het met behulp van elektriciteit. En als de elektriciteit groen gewonnen wordt door wind, door zon, door waterkracht, dan kan daar uitstekend waterstof uit geproduceerd worden. Dit waterstof heeft een paar voordelen. Bijvoorbeeld, je hoeft niet half uur lang bij een snellaadstation te gaan staan. Hier tank je in 5 minuten. Je range is gewoon 500 tot 600 kilometer op een volle tank. Dus er zijn wel een aantal voordelen boven batterij-elektrisch. Dit jaar gaan we een nieuw mondiaal klimaatakkoord in Parijs sluiten. De Nederlandse Klimaatcoalitie gaat nog verder groeien. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal blijven we op zoek naar kansrijke initiatieven. En op lokaal niveau wil ik meer slimme coalities tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Want lokaal begint en eindigt onze inzet voor een beter klimaat. Van Groningen tot Middelburg en van Sittard-Garlingen tot Almelo. Daarom is het zo geweldig dat we een nieuw team van lokale klimaatambassadeurs hebben. Met als motto: Klimaat werkt.